Oké, welkom terug. Alweer in deze video leg ik uit waarom ik al mijn Fujifilm batterijen van een label voorzie. Dit bijvoorbeeld is de batterij die ik bij de X-H1 ontvangen heb. Dus telkens als je een Fujifilm camera koopt, ik heb er ondertussen al een aantal verzameld, telkens zit daar één accu bij. Je hebt zelf een tijdje bij de X-H1 en de X-T2, heb je een tijdje de optie gehad om de camera te kopen met een batterijgrip en dan kunnen er in die grip nog twee extra batterijen, dus dan heb je zelf in totaal 3 batterijen in de doos zitten. Nu, ik voorzie die allemaal van een labeltje, met zo'n Dimo Letra 109XR staat daar denk ik op, zo'n een Dimo label machine. En ik doe dat omdat zo'n batterij, dat is een lithium type batterij. Nu, Fujifilm heeft eigenlijk al over al zo lang als dan ze de X-series gebruiken, hebben ze eigenlijk ook al dezelfde batterij. Dat heeft het grote, het immense voordeel dat als je meerdere camera's hebt van Fujifilm, dus bijvoorbeeld ik heb de X-T1, die gebruikt mijn dochter, de jongste dochters gebruikt die het meest. Daar hangt ze not aan en zo, dus dat is een camera die heel hard door kinderen ge- en misbruikt wordt, maar daar hebben ze heel veel plezier van. Ik heb de X-E3 eens nieuw gekocht omdat die zo goedkoop was. Ik ben nu aan het filmen met de X-H1. Ik heb in mijn materiaalkoffer ook nog een X-T2. Alhoewel dat ik die waarschijnlijk niet meer gebruik nu. Die liggen bij mijn ouders, heb ik ook nog de X-M1. Dat was denk ik de allereerste Fujifilm X-series camera. En dan... Dat zou zo zijn. Ik heb ook een X-E2 gehad, of een E2S was het, die is verkocht. Ik heb een aantal camera's gehad die al verkocht zijn. Als ik die verkoop, verkoop ik natuurlijk met de batterij compleet. Maar het handige is dat ze sinds die tijd altijd al dat type batterij. Er is eigenlijk zo goed als niks veranderd aan hun batterij. Nee, dat is niet helemaal waar. Waar dan ze vroeger... Het zal hier wel op staan. Het type tegenwoordig is NP-W126S. En vroeger hadden ze de W126, dus zonder de S. Maar de S is eigenlijk gewoon een... het is iets met een hitteschild dat toegevoegd is. Omdat de camera's vanaf de X-T2 kun je daar ook langere tijd mee filmen. En dan wordt die camera op zich wel warm. En om die batterij dan te beschermen, hebben ze daar een soort van hitteschild in gebouwd. Maar buiten dat zijn die fysiek volledig compatibel en gelijk aan de oudere accu's. Dus je kunt die accu's over de verschillende camera's gebruiken en delen. Het laden standaard krijg je er zo'n lader bij van Fujifilm zelf. Een groot ding dat in een 220 volt stopcontact gaat. Ik heb al lang deze Nightcore of FX1. Wat eigenlijk een lader is die op 12 volt werkt. Dus onderweg gemakkelijker te gebruiken is. Plus dat er ook een scherm op zit die info heeft rond de laadduur, laadcapaciteit, conditie van de batterij en dergelijke meer. En je kan er aan weerskanten één accu in steken, dus je kan er twee accu's in kwijt. Ik heb trouwens nu met kerst exact dezelfde lader cadeau gekregen van mijn vriendin. Dan moet ik nog kijken of ik die kan ruilen, want ik heb die dus eigenlijk al. Voor de rest, dus waarom voorzie ik die van de label? Typisch aan die lithium accu's. Zeker bij een telefoon bijvoorbeeld merk je dat heel fel, dat als je die, hoe meer dat je die gebruikt, hoe vaker dat je die oplaadt, hoe meer dat die degradeert, die accu, dus hoe minder goed dat die wordt. Dus ik heb nu wel het voordeel dat ik redelijk wat camera's heb waartussen ik wissel. Dus ik heb hier wel, hier zitten geheugenkaartjes in en hier kan ik mijn batterijen in kwijt. Maar je ziet op dit moment heb ik hier maar 2 accu's liggen. En die wisselen continu tussen die verschillende camera's. Dus eigenlijk worden die allemaal wel even goed gebruikt. Daar heb ik geen problemen mee. Maar als ik dan ergens een fotoshoot doe en ik weet op voorhand of het is belangrijk dat ik zeker een goede batterij mee heb, dan kan ik, omdat daar een datum op staat, wel altijd de twee recentste accu's meenemen. Dus 2 accu's waarvan dat ik vrij zeker ben dat ze nog in betere conditie zijn. Dat is ook een recente, die is van de X-E3. Ik zie hier een typfout trouwens, dat is X-E3. En die is van de X-H1. Dat zijn toevallig de recentste accu's. Trouwens, met de X-T2 kan ik met één zo'n accu ongeveer 1000 opnamen maken als het over fotografie gaat. En dan bedoel ik opnamen zelf in sportstand, waarbij dat je dus het maximum uit de camera haalt, waarbij dat je een snel
autofocus systeem hebt dat continu aan het focussen is en waarbij dat je snel opnamen naar elkaar maakt, zelfs dan nog kan ik uit één zo'n batterij een duizendtal foto's halen. En het is vrij, allee, het ligt echt rond die 1000, want ik heb zo voor hockeywedstrijden doe ik dat soms, dat ik meerdere foto's maak op een korte tijdspanne. En dan kan ik met zo'n accu dus duizenden foto's, allee, rond de 1000 foto's maken. Er zijn een aantal trucjes, zoals enkel het scherm hier in de zoeker gebruiken en het LCD uitschakelen. Er zijn een aantal trucjes om het maximum uit die accu's te halen, maar ik moet zeggen, ik heb niet echt een probleem met die accu's van Fujifilm. Tenzij dat het over videografie gaat, bij video, daar gaan ze er sneller door. Denk, als ik een half uur kan filmen met één accu, dan zet ik er ondertussen wel door, denk ik. Ik denk niet dat ik veel meer dan een half uur kan filmen. Dus dan gaan ze er ook sneller doorheen. Nu, je kunt perfect, als je genoeg accu's hebt, kun je gemakkelijk wisselen. Ik heb zo geen batterijgrip, dus ik wissel gewoon mijn accu's. Op zich is het wisselen niet veel werk. Enkel bij de kleinere modellen, de XE3, heb je zo'n klepje onderaan. Het vervelende daaraan is dat de accu en de geheugenkaart samen zitten. Dus de accu kunnen wel makkelijk wisselen, maar de geheugenkaart moet je daar helemaal tussen zitten vriemelen. Bij de andere modellen heb je onderaan het klepje voor je batterij. Ik krijg het niet over met die lantaarnklepje. En zit er aan de zijkant een afzonderlijk klep hier voor de geheugenkaart. Dus dat is iets makkelijker opgezet. Wat kan ik daar nog over vertellen over die batterijen van Fujifilm? Ah ja, juist. Super handig bij de XH1 is dat je dat scherm hier neemt, maar op de XH1 heb je zo'n scherm. En dan kun je zonder de camera in te schakelen meteen zien wat de laadtoestand is van de accu. Bij deze moet ik altijd eerst de camera inschakelen om dan hier een batterijicoontje te kunnen zien. Ik heb eigenlijk nog maar één keer echt een batterij afzonderlijk gekocht. En dat was in, er staat een datum op, dus kan u zeggen, hè, dat was in 2017. En dat was eigenlijk omdat ik toen gebruikte ik alleen maar de X. Kijk, dat is een batterij van de XM1. Dat zal een van mijn oudste batterijen zijn. Dat zal nog geen. Ja, kijk, dat is nog gewoon een NPW126, nog geen 126 is. Maar ik was aan het vertellen dat ik nog maar één keer een accu afzonderlijk heb gekocht van Fujifilm. Ik heb een originele Fujifilm accu gekocht toen. En dat was omdat ik op reis vertrok en dus niet zeker wist of dat ik wel ging kunnen overal mijn accu's opladen. Dus, en ik had op dat moment ook maar één body, dus dan heb ik een extra accu afzonderlijk gekocht. Had ik toen geweten dat ik ondertussen dus zoveel batterijen zou verzameld hebben door die verschillende camerabodies te kopen. Ja, dat had ik dat toen niet gedaan natuurlijk, maar dat wist ik op dat moment niet. Ze zijn niet goedkoop, de batterijen afzonderlijk. Het is denk ik €70. Tussen de €55 en de €70 is de prijs ongeveer van een accu afzonderlijk van Fujifilm zelf. Je hebt goedkopere merken. Ja, ik heb geen idee of die goed zijn, beter of slechter zijn. Veronderstel dat die even goed zijn. Nee, daar zit normaal gezien een capaciteit op. Veronderstel dat die dezelfde capaciteit hebben. Of misschien zelfs beter. Hier staat typische capaciteit van 1260 mA. En een minimaal 1200 mA. Dus daar kun je minimum 1200 mA uithalen. Bij die oudere type accu's is ja, het is juist hetzelfde. Minimum 1200 mA. Ja, ik heb geen ervaring. Als er mensen zijn die ervaring hebben met andere typen, ik denk dat Yupio is denk ik een merk. Er zijn verschillende aftermarket goedkopere merken, maar ik heb er nog geen behoefte voor gehad en ik heb er ook geen ervaring mee. Bedankt voor het kijken en tot binnenkort.